25 februari, verstaan de vuuravond van Vastenavond. Hier op IJsselmeergraat, bij de Hoessende Burger, staan we klaar voor de sleuteloverdrag aan onze gemeenteprins, chefredeniersje van de Kleiflab. Jongens, hoe gaan we van straks naar binnen? We gaan straks naar het gemeentehuis van Maregraat, IJsselmeergraat. Ja, mag ik vragen welke prinses van welke vereniging is die best? Ik ben van CV de Moelemakers uit Schuurlijk en ik ben prinses Carina. En die best? Prins Patrick de Eerste. Ik ben hoofd van Schuurlijk, hè? Ja. Oké, we gaan zo meteen beginnen aan het programma. En we hopen natuurlijk op veel spas en plezier. Ja, prima. Dank je. Alsjeblieft, naar voren. Hier als Riester hebben we ons bedankt. Weber is gewoon appelke. Maar aan Weber voor het oude gouden appelje moeten laten uitreiken. Maar ik wil eerst tegen de burgemeester zeggen, burgemeester, ik heb één gouden appelje. Maar ik kan u vertellen, wie de Riester heeft voor eigenlijk een kist gouden appeltjes nodig. Want één appelje is eigenlijk te weinig. Maar we hebben toch een poging gedaan. Ten eerste, de man die veel willen eren met het gouden appelje, is een echte natuurliefhebber. Maar ja, dat heeft jammer genoeg te weinig in mijn lief. Ten tweede, de appel of het appelke valt dit jaar niet wiet van de boom. Ten derde, het is een echte verenigingsman. Wie de harmonie als vaandeldrager, wie het steunfonds als ijzerboer en bij de Riester als Riester vlaaidrager. Ten elfde, het is voor ons een grote eer om hem en zijn familie, en zeker hier in het bijzonder, vuur te dragen als vuur te dragen voor het gouden appelke 2017. Vier stellen aan uw vuur, Piet Rooijen.
Grote. Chantal aan die een rechterhand heeft staan, zorgeloos 3 dagen vastelovend tegemoet geest, dan is het een groot genoegen om eerst eens even dadelijk een sigaartje op te steken. En ik heb een paar sigaartjes voor dit metgebracht. Het vermindert wel de vruchtbaarheid, heb ik gezien. Ja? Maar ja, de vruchtbaarheid moet ook opgetoost worden. En dat doen we met een schoebeleer. En dat is voor Chantal, want dat is 10 medicijn om jeugdig te blijven. Ik wens jullie allen een kleurrijk, fantasierijk, humeurvol, maar ook een plezierig vastelovend. Onder leiding van deze nieuwe Nederlands kampioen. Maar niet alleen Nederlands kampioen, onze gemeenteprins. Het is een volle naad, alle huldigingen het er op de schouders hangen. En er hoort natuurlijk ook bij de gemeenteprins. De gemeentesleutel van deze gemeente. En ik hoop hem volgend jaar in februari terug te krijgen van deze. Ja, dan heb ik een jaar even pauze met het college. En dan kijken we eens wie de gemeente weer erbij steekt. Ja, afgesproken. Veel spas en plezier, een schoene vastelovend, alle nu, alle verenigingen in de dorpen, een schoene optocht en namens het college, alaaf, alaaf, alaaf. Goed zo, laat ik hier op prins Jean-Pierre de Eerste en prinses Chantal. Ja, roken deze boete, Jean-Pierre, dat weet ze. Werk
Kindu zeggen dat er als gemeenteprins van Eerzenmare Grote Limburgs Nederlands kampioen met een drumband van de KOA is en tenslotte ook nog zijn dochter is uitgeroepen als jeugdprinses van de Koekerelkes. En dat allemaal in een teamsbestek van 3 maanden. Geweldig! Vandaag dat ik u hier op bied en een foto wil u verhandigen hoe de gemeenteprins van Maastricht staat en de stadsprins van de Eerste Mergenrot. Geef nog een geweldig applaus, prins Jeffrey de Eerste en prinses Chantal. Goede was hier. Sluitreuverdrag 2017 in de gemeente Eerzenmergenrote. Vuurman uiteraard nog heel even gezorgd. Het gemeenteprincipal uiteraard ook met de CV de Kluiflaat. Goed vuurgen de goeie vaste namen wensen. En ik denk iedereen hier in Eerzenmergenrote, daar ben ik met. Dus ik zou zeggen, goeie stoel in. En doe gewoon met de carnavalsoptochten met. En blijven in de zegen dorpen. Jeffrey, wat zijn ze jong? Jongens, morgen allemaal volks pas en plezier. En de Kemal is goed. Goed zo, dankjewel allemaal!